tijd even nadenkt over wat je gaat doen en wat je nodig hebt. En wat dan eventueel de gevaarlijke dingen kunnen zijn. Verder hier op de kinderboerderij probeer ik alles zoveel mogelijk open te blijven voor bezoek. Dus daar moeten we rekening mee houden. De kinderen kunnen overal inlopen. En nou, we hebben dit nu opgelost om de hekken zo neer te zetten dat mensen zeg maar, er niet op kunnen lopen van beide kanten. 100. Aardig dichtbij. 100. Lang niet altijd alles weg. Maar dan moet je hem nadenken voor je wat doet boerenverstand gebruiken. Toch dat er genoeg is, want ik ben zelf degene die er verantwoordelijk voor is. Komt er wel veel meer dingen bij kijken dan je zelf zou denken. Ziektes met van dieren uit, zorgen dat de bezoekers beschermd zijn. De medewerkers zeggen van doe even handschoenen aan of let even op, doe gewoon bescherming op. Ja, dat is... ja, gewoon goed nadenken voor je wat doet. Je kunt niet alles in één keer doen. Dus... mijn tip zou zijn, gebruik je boerenverstand, bezint voor me begint, zeg maar zo gezegd, en laten we het samen doen. Dus.